Selecteer de My SolarEdge app. Vervolgens mag u op de drie liggende streepjes linksbovenin drukken. Hierna selecteert u Inverter Communication. Nu mag u de QR-code aan de rechterzijkant van de omvormer scannen. Vervolgens mag u de schakelaar aan de onderzijde van de omvormer voor 1 seconde naar de P-stand duwen, zoals voorgedaan in het voorbeeld. De omvormer en de telefoon gaan nu verbinding maken met elkaar. U mag Configure selecteren. De omvormer geeft hier zometeen het oude netwerk weer. U mag het Forget selecteren bij het oude netwerk. De omvormer vraagt of u zeker weet dat u het netwerk wilt vergeten. Selecteer Forget. Nu gaat de omvormer zoeken naar de beschikbare netwerken. Deze worden binnen een paar seconden weergegeven. U mag hier een nieuw netwerk selecteren en vervolgens het wachtwoord ingeven. Als u het wachtwoord hebt ingegeven, selecteert u Join. U mag hier OK bevestigen. De omvormer gaat de verbinding maken met uw router. De omvormer bevestigt hier uw verbinding met uw router. U mag OK selecteren. U bent klaar, het nieuwe wachtwoord is ingesteld. Selecteer Back to Dashboard.